Het is de eerste video van de maand en dus weer tijd om te gaan kijken naar een interessant aandeel. Deze keer dus voor de maand mei 2021. Het aandeel van vandaag is een aandeel met potentie. Het is niet een aandeel dat gaat verdubbelen. Maar ik zie wel 30% groeimogelijkheid en dat ga ik ook onderbouwen met een berekening. Want met dit kanaal wil ik jullie informeren en ik wil jullie ook iets leren, zodat er allemaal financieel beter van kunnen worden op de lange termijn. Geef een duimpje omhoog tijdens de intro. Dan kunnen we beginnen met de video. kijkt naar weer een nieuwe video van passieveinkomen.nl. Uh, we gaan in deze video eens kijken naar een interessant aandeel. Dat doen we iets anders dan dat je normaal gewend bent in deze serie. We beginnen niet met de rendementen van de aandelen van de vorige keer. Daar heb ik afgelopen vrijdag al een video van gemaakt op het tweede kanaal. Daar gaan we echt specifiek in op de rendementen. Zodat we in deze video eigenlijk meteen door kunnen gaan met het aandeel, het interessante aandeel. En dat is in deze video ook maar één aandeel in plaats van twee dat je ooit gewend bent. Zo kunnen we ons volledig richten op dat ene bedrijf en kunnen we er ook uitgebreid naar gaan kijken. Dus laten we gaan kijken naar dat bedrijf, dat aandeel voor deze maand. Er is al genoeg hype. Onderbeleggers, bij aandelen, zeker in sommige sectoren, maar zeker ook bij crypto. Dus in deze video wil ik juist gaan kijken naar een solide bedrijf, een ja, gevestigde naam, een bedrijf dat er al lang is en ook een mooi dividend uitkeert. En dat bedrijf is deze maand geworden 3M met tickersymbool MMM. Een bedrijf dat de meesten van jullie wel zullen kennen. Het is actief in heel veel industrieën. Het heeft heel veel producten. Het is, denk ik, vooral bekend vanwege hun zeg maar, lijmproducten. En dan kun je denken aan merknamen zoals bijvoorbeeld Post-it en Scotch. Kijken we dan verder naar het bedrijf. Het is opgericht in 1902. Het is gevestigd in de Verenigde Staten. Vorig jaar had het een omzet van 32 miljard, waarvan 60% buiten de VS werd behaald. Ze hebben meer dan 95.000 medewerkers en vestigingen in 70 landen, waaronder Nederland, waar ze vorig jaar een omzet hadden van 174 miljoen euro en waar 212 medewerkers zijn. Kijken we dan naar de producten van 3M. We zien heel vaak producten met lijm. Dus denk bijvoorbeeld aan tape, labels, stickers, kitten. Maar we zien ook heel veel coatings, gereedschappen, isolatie, smeren en poetsmiddelen. Dus eigenlijk wel een heel uitgebreid aanbod. Kijken we naar de industrieën waar ze ja, inactief zijn. Dan zijn het dus heel veel producten met heel veel industrieën. Een hele goede spreiding dus. We zien automotive, consumenten. Elektronica, bouw, gezondheid, industrie, transport en nog veel meer. Dus doet de ene industrie het wat minder, dan kan dat waarschijnlijk worden opgevangen door de andere industrieën. Kijken we dan naar de laatste kwartaalcijfers van dit bedrijf. Dat zijn de cijfers van Q1 van dit jaar, 2021. Een kwartaal met groei over meerdere onderdelen, betere marges en een robuuste cashflow. Ze hebben nog steeds last van de pandemie en het winterweer in de Verenigde Staten, wat de kosten van materialen en logistiek verhoogt, maar ze blijven nog wel steeds volop investeren in de toekomst. We zien 8% groei vergeleken met Q1 van een jaar geleden. De marge verbeterde met 1,7% naar 22,5% en de winst per aandeel steeg met 27% naar 2,77$ cent. Dan kijken we naar de verschillende onderdelen. We zien dat er ja, overal wel groei is te zien. Safety and Industrial groeit met meer dan 10%. Ook transportation en electronics groeit met bijna 10%. En ook de andere onderdelen doen het goed, waarbij we overal marges zien van boven de 20%. En 3M geeft ook nog gewoon een verwachting voor dit jaar. Uh, ooit is dat een beetje lastig vanwege corona. Dat is altijd wel interessant, want aan die kwartaalcijfers of aan die verwachting kun je zien van wat het bedrijf zelf denkt over de toekomst. Ze zeggen er wel bij dat corona nog steeds voor onzekerheid zorgt. En dat er ook extra kosten nog steeds zullen komen, juist bij materialen en logistiek, maar ook bijvoorbeeld voor herstructureringen. Nou, toch zien we dat ze een groei verwachten van tussen de 3 en 6 procent dit jaar, waarbij de winst per aandeel zal stijgen naar tussen de 9,20 en 9,70 per aandeel. De kwartaalcijfers voor 3M zagen er dus heel erg goed uit, maar laten we nog gaan kijken naar de fundamentele analyse, niet alleen van het bedrijf zelf, maar ook van twee concurrenten. En we vergelijken het dan met. Twee grote industrials. Ten eerste GE en ten tweede Honeywell. Kijken we ten eerste naar 3M, dan zien we dat de koers op dit moment zo rond de 197 dollar zit. En dat die dit jaar bijna 13% is gestegen. GE zien we meer stijging en bij Honeywell iets minder. En kijken we het koersverloop van de laatste 52 weken, dan zien we eigenlijk overal wel dat heel veel van deze industrie of bedrijven het goed hebben gedaan, maar natuurlijk een enorme klap hebben gehad net mee, iets meer dan een jaar geleden. Kijken we naar de beta, dat geeft eigenlijk aan hoe volatiel het aandeel is vergeleken met de index, onder de 1 geeft aan dat het minder uh, reageert. En boven reageert het juist sterker dan het gemiddelde. En we zien dus wel dat 3M ook een bedrijf is dat minder snel reageert. Dus, mocht het iets minder gaan met de economie, dan zal het bedrijf dan minder fors op reageren. En dat is dus eigenlijk positiever. Kijken we dan iets verder naar beneden, dan komen we ten eerste de marges tegen. Nou, de bruto marge ligt op 48 procent. Is gewoon beter dan de concurrenten. We zien ook de winstmarge van 17% die ook beter is dan concurrenten. Al zit Honeywell wel dicht in de buurt met hun 15%. Nou, de winst per aandeel is zo'n 9,77 dollar. Uh, dat is stukken beter dan bij de rest. En zeker bij GE want die hebben geen winst. Waardoor er ook geen PE ratio komt. Dan kijken we naar het PE ratio van de laatste 12 maanden dan komt dat rond de 20 uit. Ook bij GE rond de 20, bij Honeywell rond de 32. Terwijl je vaak een beetje tussen de 20 en 25 wilt uh, ja, als PE-ratio. Dat dat een beetje een goede waardering aangeeft. Een hoger PE-ratio geeft gewoon aan dat er meer keer de winst wordt betaald. En uh, dat kan ooit interessant zijn. Maar in dit geval niet. Dus dan is een percentage of een getal, een PE ratio van rond de 20, is gewoon heel erg netjes. Kijken naar de return on assets, dat wil je hoger dan 5. Nou, daar zitten we met 12% ruim boven. Ook return on equity doet het erg goed. En dan return on capital employed. Dus we zien het geld wat erin wordt gestoken, het geld dat er al in zit. Dat levert gewoon geld op en dat is altijd heel belangrijk, natuurlijk. Scrollen we dan verder naar beneden, dan komen we de jaarcijfers tegen. We zien dat ze dus een omzet hadden van zo'n 32 miljard. En daar uiteindelijk een winst uithalen van zo'n 5,3 miljard. Nou, de winst komt overeen met een beetje GE. Alleen GE heeft meer dan het dubbele aan omzet. En waar we wel naar omzet kijken, dan heeft Honeywell ongeveer hetzelfde. Maar die haalt er dan weer minder winst uit. Dus eigenlijk zien we gewoon dat uh, 3M het gewoon heel erg goed doet. Op basis van deze cijfers gaan we dan verder nog naar beneden. Komen we de liquiditeitsratio's tegen? Een current ratio van hoger dan 1. Nou, daar zitten we ruim boven. Een quick ratio op de korte termijn ook boven de 1. Ook dat is goed. Wat iets minder is, tenminste, zou iets minder kunnen zijn, is de dagen voorraad. Want uh, dat is wel goed dat je veel voorraad hebt. Maar dan zit er natuurlijk wel geld vast. Dus ooit zou het fijner zijn om daar wat lager in te zitten. Gaan we nog iets verder naar beneden? Komen we de cashflow tegen? Nou, we zien dat die jaar op jaar groeit, dus dat is altijd positief als er telkens meer cashflow komt. En vervolgens naar het dividend, een van de redenen waarom ik dit aandeel heb gekozen. We zien dat ze zo'n 60% van de winst die ze maken uitkeren. Dat komt neer op 3% dividendpercentage dat je dus hieraan kunt verdienen. Dus dat is een heel mooi percentage. Je hebt bedrijven natuurlijk die meer dividend uitkeren... Uh, maar ik zie nog steeds groeimogelijkheden bij dit bedrijf. En daarnaast nog eens 3% dividend is gewoon heel erg interessant. Kijken volgens nog even naar beneden naar de aandelen uh, Dit is zeg maar wat het advies is op basis van verschillende scores. Nou, hij scoort een 5 uit 5. Ook de rest doet dat trouwens. Dus het is eigenlijk een strong buy, echt een aankoopadvies op basis van deze fundamentele analyse. Um, waar we dan wel kijken, je hebt verschillende onderdelen. Je ziet dat er eigenlijk heel veel strong buys zijn, dus dat is ja, heel goed. Maar ook, zoals gezegd, bij concurrenten is dat wel een beetje het geval. Uh, scrollen we iets verder naar beneden, dan zien we de huidige koers en de koersverwachting. Nou, we zien hier dat de koersverwachting iets onder de huidige koers ligt, dus dat zou. In ieder geval wat analisten verwachten, laten we het zo zeggen. Dus um, hier zien we wat minder positief, al zou je kunnen zeggen dat het nu ongeveer ook wel eerlijk gewaardeerd is dus eigenlijk. En kijken we dan juist iets verder naar die wat analisten verwachten, uh, dan zien we hier dat 9 analisten een waardering hebben. Waarvan 2 zeggen koopadvies, 5 uh, zeggen houd het aan als je het aandeel al hebt. Het hoogste koersdoel ligt op 210 dollar, het laagste op 175 wat het gemiddelde is dus op die 196 dollar brengt, net iets onder de koers van dit moment. Maar we gaan niet alleen kijken naar wat analisten verwachten. We hebben ook een eigen waardering gemaakt. Want ik kan wel zeggen dat het aandeel heel veel potentie heeft. Ik kan wel een bepaald koersdoel roepen. Maar als ik het niet ga onderbouwen, vind ik niet dat het veel waarde heeft. Ik denk dat juist daar jullie ook heel veel van kunnen leren. Kijken hoe je iets waardeert. Heb je feedback daarop? Reageer dan ook onder de video om juist mijn waardering in de toekomst ook weer beter te maken. Maar voor mijn waardering maak ik dus gebruik voor het DCF-model, het Discounted Cashflow model En als we deze spreadsheet bekijken, dan zien we eigenlijk de hele berekening. Nou, laten we eerst even kijken. Uh, bovenin vul ik het ticker in, wat vervolgens alle data wordt gehaald. Dan moeten we wel een paar dingen invullen, dat zijn de oranje vakjes. We geven aan dat het risicovrije percentage zo'n 2,5% is. Dus ga jij in obligaties of zo zitten met weinig risico? Dan verdien je al 2,5%. Er is ook nog een opslag, juist omdat je in aandelen wil zitten. Of in dit aandeel, die is 5%. En voor de waardering wordt een EV-to-EBITDA-multiple van 17 toegepast op dit bedrijf. Dat is een beetje de sector waar het in zit. We gaan vervolgens ook uit van 25% belastingpercentage. Het bedrijf blijft op de lange termijn 3% groeien. Uh, het, volgende, het komende jaar, of het huidige jaar, zo moet ik zeggen, bijna 8% groei. Het volgende jaar is 4,1% en de jaren daarna zo'n 4%. En deze gegevens kun je halen vaak via de website van Yahoo Finance. Daar geven analisten aan wat zij verwachten voor de komende tijd. Nou, als we dat invoeren, zien we hier de afgelopen vier jaar. Uh, dat zijn de gegevens. We zien dus de omzet groeien, we zien de winst, uh, noem het allemaal maar op. We zien ook uiteindelijk de cashflow. En dan is de verwachting voor dit jaar. En hier iets verder gaat hij dan ook de toekomstige jaren uh, voor ons berekenen... op basis van de gegevens die we hier dus hebben ingevoerd. Dus... Met deze uh, groeiverwachtingen, met deze belastingpercentages, zien we dat de omzet zal groeien naar uiteindelijk waarschijnlijk zo'n 43 miljard. Een winst na belasting is dan bijna 7, uiteindelijk ook 7 miljard cashflow. Nou, als we al deze cashflows die we hieronder dan uiteindelijk zien van die jaren terug gaan rekenen naar de waarde op dit moment, uh, dan komen we dus uit bij dat het aandeel volgens mijn berekening in ieder geval 262 dollar waard is. Wat wil zeggen dat het uh, bijna 33% hoger ligt dan de huidige koers. We hebben hier ook nog aangegeven een gewenste korting, want je wilt misschien ook iets van veiligheidsmarge inbouwen. Maar nou, ik hou een beetje 25% aan. Dat wil zeggen, uh, van dat ja, koersdoel dat ik heb berekend, die 262 dollar, daar halen we 25% van af. Oftewel, 196 dollar is een goede prijs, uh, volgens mijn berekening in ieder geval. ...om dit aandeel te kopen. Nou, we zien dat het aandeel rond de 197 is. Dus het is net niet het juiste, maar wel heel erg dicht in de buurt. Waardoor je dus eigenlijk zou kunnen zeggen dat het op dit moment... ...misschien wel het juiste uh, aandeel, het juiste moment is om te kopen... ...op basis dus van deze berekening. En we kunnen nog even een extra check doen... ...of het kijken of het, het juiste aankoopmoment is. Want kijken we hier op TradingView... ...en maken we gebruik van de fris beleggen indicator, ...dan zien we dat hij pas geleden nog een buy-signaal heeft gegeven... Waarbij het dus ook op de technische analyse lijkt dat het nu het juiste moment is om te kopen. En meer informatie over deze buy en sell signalen vind je trouwens in de video van afgelopen weekend, waarin ik alles uitleg over deze indicator. Een link naar die video vind je hierboven in de hoek. Maar ook zeker onder de video zal ik hem even plaatsen. En dan komen we aan bij de samenvatting van deze video. Waarbij ik denk ik ja, nogmaals belangrijk is om te zeggen dat we wel op zoek gaan naar een, een solide bedrijf. Een bedrijf voor de lange termijn, voor de toekomst. Juist omdat er nu heel veel. Hype-aandelen zijn waar mensen geïnteresseerd in zijn en juist zo'n bedrijf misschien wel moet zoeken als tegenhanger van dat soort aandelen die je misschien al hebt. Dat het misschien ook wel interessant is om juist te gaan kijken naar aandelen die ook al dividend uitbetalen. 3M is dus een bedrijf dat nog steeds wat groei laat zien. Het is geen hele grote groei, maar het is nog steeds groei. En zeker voor zo'n gevestigde naam is dat al prima. En we zien zeker nog wel groei in het dividend. Dus dat is zeker positief dat het dividend ook in de toekomst nog gaat toenemen. En op dit moment zien we een koers die overeenkomt met het. Koersdoel van analisten over 12 maanden. Zelf hebben we een berekening gemaakt en zien we dat ik zelf, dus nu 33% upside zie, of je zou het om kunnen draaien met de korting die ik graag zou willen. Zien we dat het eigenlijk overeenkomt, dus dat dat misschien wel een mooi moment is om te kopen. En we zagen ook nog uh, met de. Technische analyse dat daar juist nog een buy-signaal is opgetreden. Dus op dat geval lijkt dit ook nog eens interessant. Dus ben je op zoek naar een mooi dividendaandeel met nog steeds wat groeimogelijkheden, dan lijkt me dit een interessant aandeel. Maar ik ben ook erg benieuwd wat jij denkt. Wat denk jij van dit bedrijf? Wat denk jij van de waardering van de Berekeningen die ik heb gedaan in deze video, laat dat weten onder deze video. Op die manier kunnen we er allemaal iets van leren en kan ik mogelijk zelfs mijn berekening in de toekomst nog verbeteren. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video en wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Het is een kleine moeite, maar het helpt het kanaal zeker. En wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, klik dan op abonneren onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.